Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland en aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 45 is Roadtrip van Suzanne Vermeer. En met dit boek is het al de derde titel van deze thriller-auteur dat ik dit jaar tot mij neem. En we zijn nog geen 6 maanden onderweg. En ik merk dat het lezen en het bespreken ervan me steeds meer moeite begint te kosten. Maar dat kan ook komen omdat dit boek volgens mij het minste van de drie is. Er zit ten eerste weer zo'n soapachtige moraal in. Want hoofdpersoon Paula is een aantal jaar geleden vreemd gegaan. En daardoor lijkt nu alles fout te gaan tijdens haar vakantie in Amerika met haar man Theo. Hun roadtrip door de Grand Canyon. Ze ontvangt dreigende berichtjes, komt haar ex tegen, biecht haar promiscuïteit op aan haar man. Hij loopt weg, er wordt iemand vermoord en dan moet het allemaal maar weer goed zien te komen. En zoals gewoonlijk kun je in deze boeken sterk twijfelen aan de emotionele belastbaarheid van de hoofdpersoon. Paula giet haar liefde in woorden waar ik hard voor weg zou lopen. Er stroomt een golf van liefde door mij heen voor deze man. Dat hij na 30 jaar huwelijk nog steeds af en toe onzeker kan zijn. Dat hij nog steeds snakt naar mijn liefde. Schat, je bent de ware voor mij, altijd al geweest. En al word je kaal, krom, slechter been of wat dan ook, dat zou niets veranderen aan mijn liefde voor jou. Naast deze borderline gevoelens, die ook constant moeten worden benoemd, worden zoals in elke Vermeer de verschillen tussen man en vrouw uiteengezet in aan de ene kant spier en daadkracht en de twijfel en de onzekerheden over het vrouwelijk lichaam aan de andere kant. Ik ga achter hem staan en sla mijn armen om hem heen, terwijl ik mijn hoofd tegen zijn schouder laat rusten. Hoewel hij nauwelijks nog tijd doorbrengt in de sportschool, heeft hij toch een behoorlijk gespierde rug. Sommige mensen hoeven er weinig voor te doen om in vorm te blijven en Theo is daar één van. Voor mij geldt het helaas niet, maar we zullen de komende weken veel wandelen en hopelijk kan ik zo mijn conditie wat verbeteren. De vrouwen bij Suzanne Vermeer zijn zwakke heldinnen die vooral problemen overkomen of het zijn labiele gestoorden die zonder moraal wraak willen nemen. Voor de rest zijn het vooral assertieve, agressieve mannen en het Amerika in Roadtrip blijkt ook weer voornamelijk uit mannen te bestaan. Vooral witte mannen en één zwarte man, maar die moet het ook met zijn leven bekopen. Zo staat Amerika voor de patriarchale grond van politieagenten, agressie, geweren en detectives. Waar Nederland een beetje op de achtergrond blijft. Daar verblijven de kinderen van Paula met hun oppasmoeder. In Nederland kon Paula nog voor zichzelf opkomen bij een MeToo-ervaring. Maar in Amerika doet ze vooral heel veel fout. Echt zo'n eigenwijze vrouw. Hoewel de zwaartekracht zijn tol begint te eisen na 2 bevallingen, borstvoeding en ouder worden. Ik wijs demonstratief naar mijn borsten. En wat dacht je hiervan? Ik ontbloot mijn buik zo ver dat de strié zichtbaar zijn. Ik hou van die plekken, Paula. Ze staan ergens voor. Elke keer als ik ze zie, denk ik aan de geweldige zone die je me gegeven hebt. Zo had ik het nog niet bekeken. Vermeer gooit er duidelijk actualiteiten in als Me Too, The Voice. En met Amerika als plaats van handeling is een motief als politiegeweld en racisme ook snel gemaakt. Maar het voelt allemaal wat vluchtig en onnadenkend in elkaar gezet met verhaalelementen die uitgekoud aanvoelen. Want voor de zekerheid, 1 zwarte man opvoeren en die laten sterven, dat is niet inspelen op een maatschappelijke ontwikkeling. Nee, dat is het bevestigen van het probleem. Dat het boek van tevoren niet helemaal goed uitgedacht lijkt te zijn, blijkt ook wanneer een detective bijna halverwege zijn intrede doet als sturend personage. Alle hoofdstukken daarvoor zijn vooral erg traag en zoekende. En deze steward lijkt vooral de schrijver tot hulp te komen om het verhaal wat meer lijn te geven. Als ik iets heb geleerd van mijn avontuurtje, dan is het wel hoe belangrijk Theo en alles wat we samen hebben opgebouwd voor me is. Helaas had ik Jim nodig om tot dat besef te komen. Het gras is niet groener aan de overkant en blijkbaar ook niet aan de overkant van de oceaan. Richting het einde toe, als die dikke moraal zowel door Paula als door detective Stewart is benadrukt en ze aanwijzingen in de schoot geworpen krijgen, want anders zou dit boek weer heel erg dik worden. Op dat moment is dit houtje-touwtje verhaal al ten onder gegaan aan de eigen onkunde om een beetje spanning op te bouwen. Ik vind het allemaal zo erg, Theo. Dit is allemaal mijn schuld. Nu krijgt hij mij even in mijn hand en dan weet ik dat dat het begin van vergeving is. Dit is geen thriller en het is trouwens ook geen roadtrip, maar het voelt als dat hobbelige draaitoestel in kinderspeeltuintjes, waarbij je op een stoeltje maar in rondjes blijft draaien in de hoop dat iemand het stilzet.
Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.